Joost, goedemorgen. 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 Dames en heren, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Even een applausje voor Joost. Yes. Eerst maar even, hoe zijn de reacties op Europapa? Ja, in alle talen, in alle vormen en maten. Voor zover ik weet, heel positief. Voor zover jij weet. Maar je hebt natuurlijk ook een beetje, je hebt de socials afgespeurd, dat kan niet anders. Nee, oprecht. Maar ik zit al chronisch online sinds mijn vijfde, weet je. Ik hou me bezig met mijn TikToks. Ja. Ik hou me bezig met mijn content. Maar daarna ga ik lekker in bed liggen. Kijk, dat is misschien. Ja, we hebben gistermiddag toch bij de bekendmaking. Hebben 625.000 mensen hebben dat gezien. Dat is heel knap. Snap je nu op YouTube ook alweer 2 miljoen, Spotify, paar miljoen. Ik snap er de ballen ook niet van, maar het is wel leuk. Ja, en over het algemeen dus mensen wel echt enthousiast en positief. Ook er zijn ook heel veel mensen die het helemaal niks vinden. Nou, die moeten er een beetje aan wennen. Ja, dat zijn vooral de Nederlanders. Maar wij hebben natuurlijk, wat we ook sturen, Joost, dat weet je, er is altijd iets te zeuren over de inzending als het gaat om het Songfestival. Maar dat is toch ook mooi, dat is de cultuur, jongen. Dat vind ik alleen maar machtig. Hey, maar even, want jij werd op een dag gevraagd van, joh, wil jij ons gaan vertegenwoordigen? Wist jij toen al van, ik ga daar gewoon naartoe met een, in dit geval, het is bijna... Met dit liedje. Ja, het is bijna happy hardcore wat je die kant op stuurt. Ja, ik had deze speciaal gemaakt om in te zenden tussen die paar honderd nummers die er waren. Hmm. Zat toen de demo-versie van dit liedje. Ja, en het was voor de... Want ik neem aan dat jij mensen van de organisatie gesproken hebt ook. Die waren meteen allemaal enthousiast? Nou, niet allemaal meteen, maar tegen onze verwachting in bleven ze ons berichten dat we bij de laatste mensen zaten tot de laatste vijf. En toen zelfs bij de laatste één. En dat was ik. Want het is best het liedje bestaat uit een aantal delen. Wij hebben net ook eventjes het outro laten horen. Want hoe ga je dat doen op het Songfestival? Want het liedje mag maximaal 3 minuten zijn. Maar wij komen... je zit er overheen qua tijd. Ja. Ja, dat is toch leuk. Een mysterie. Ik hou het nog even in het midden hoe ik het precies ga doen. Maar ik wilde wel alle creatieve kaarten op tafel leggen. Dat jullie tenminste weten allemaal wat er zich heeft afgespeeld. Ja, want het is, het eerste stuk is ben je happy hardcore? Ik maakte gisteren de vergelijking met Scooter. Paul Elstak, die heeft er ook bij gezeten volgens mij. Die heeft meegewerkt ook. Ja, die heeft mijn producer Teun de Kruijf geholpen bij het einde. Bij de gabberdrop. Ja, en dan hebben we het laatste stuk. En dat is eigenlijk een hele mooie ode aan jouw overleden ouders. Ja, klopt. We hebben eigenlijk een beetje het idee... hoe ik mijn show heb vormgegeven. Dus ik probeer mijn show op Lowlands bijvoorbeeld... probeer ik echt de grootste climax ooit te vinden. En wat is de overtreffende trap van de overtreffende trap? Eigenlijk weer heel klein en fragiel. Ja. Dus dat hebben we geprobeerd in één liedje te stoppen. Dus eigenlijk mijn hele show van een uur zit in één liedje. Hey, en dan moet je zo meteen op dat podium in Zweden. Moet je moet sowieso live zingen volgens mij, want je mag niet playbacken. Nee, klopt. Ja, dat is wel mijn vak, zeg maar. Dat is wel het onderdeel van mijn professie. Maar er zitten heel veel samples in het nummer. Hoe ga je dat oplossen? Nee, dat valt wel mee. Wat bedoelt u met samples? Zitten geen samples in? Nou, je mag je zeggen, hoor, Joost. Dat is, maar het liedje gaat natuurlijk op een gegeven moment... dat Europapa, dat kan je bijna niet live zingen, toch? Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik ben hard mijn best aan het doen. We gaan het laten lukken. Jij hebt er alle vertrouwen in dat goed. En ga jij alleen op het podium staan of komt er een act met je mee? Is daar al over nagedacht? Nou, we zijn nu aan het kijken hoeveel gastenlijsten me willen gunnen. Of ik überhaupt mensen mee mag nemen. Nee, we zijn aan de achterkant druk bezig. Of je mag ook bijvoorbeeld je eigen televisieregisseur toch meenemen? Vorige keer was die pannenkoek toch of zo, heet ja, die man? Ja. Ja, we aan de achterkant hebben een heel goed plan liggen wat we al weken, maanden aan het uitvoeren zijn. Ja. En steeds meer aan het bijschaven. Ik ga zometeen ook weer werken aan de visuals. Hmm. Lekker op mijn computertje. Dus we zijn drukker kan ik eigenlijk niet. Ik heb nog nooit zo'n volle agenda gehad. Nee, dat geloof ik meteen. Wat er echt gaat gebeuren, dat gaat gewoon mijn laatste troef zijn. Waardoor jullie mij weer gaan bellen. Kijk, ik ben zo benieuwd. Je gaat hier naki optreden, denk ik. Ja. Dan krijg je zeker 12 punten. Hey, als je dat doet. Hey.
Nou ja, dat weet ik trouwens niet zeker. Ik denk dat ik dan wel linker rijtje zou eindigen, maar top weet ik dan niet dat ik het naakt zou doen. Want wat zijn jouw verwachtingen, Jo? Want je hebt natuurlijk ook wel een beetje, zeker vanaf het moment dat je weet dat je mee gaat doen, je kijkt ook naar de concurrentie. Hoe schat je je kans in? Nou, dat valt dus echt nog mee. Ik heb voor het eerst, kijk, normaal ben ik best wel een goede verliezer. Maar de rol is een beetje omgedraaid. Ik neem voor het eerst in mijn leven een wedstrijd echt serieus. Ik heb oogkleppen op. Het maakt me niet, tot nu toe niet echt uit wat anderen doen. Ik luister alleen maar naar mijn eigen. En ik ben alleen maar met mezelf bezig. Nou. Eigenlijk heel slecht om hard op de radio te zeggen. Nee, maar wel eerlijk. Dat is, misschien is dat ook wel de manier om die kant op te gaan. Leuk nieuws voor je, Joost. Want jij bent... er zijn een hoop spannende dingen gebeuren deze dagen rondom jouw persoon. Maar dit is misschien wel het hoogtepunt. Jij bent de komende week bij ons in de ochtendshow officieel de... Smulschijf. Yes! Ja, Joost weet natuurlijk meteen wat de smulschijf is. Natuurlijk weet Joost dat. Ja, dat klikt. Van Mora lekker. Joost Klein, denk groot. Jij bent smulschijf de komende week. En we gaan je plaat elke dag een keer draaien hier in de ochtendshow. En we gaan hem nu ook eventjes laten horen voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord. Of nog een keer het liedje willen horen. Of wennen. Kan natuurlijk ook. Europapa. Joost, mag ik jou onwijs veel succes wensen de komende tijd? Ja, dankjewel. En thanks voor de wake-up service. Ik ga nu een stukje lopen met... ik heb 5 honden, die ga ik nu uitlaten. Dan heb jij in ieder geval een mooie dagbesteding. We gaan je de komende tijd goed in de gaten houden. Yes, dankjewel. Okay. Geniet van de dag en sta niet in de file!